Goedenavond en welkom bij de 10e aflevering van G1000 Live hier vanuit de pop-up studio in Winterland. De 10e aflevering, de laatste aflevering, maar alweer met een heel interessant thema, want ik heb hier twee gasten aan tafel, Ronald Olté en Joke de Haan. Zouden jullie jezelf eventjes willen voorstellen? Wat doen jullie en waarom zitten jullie hier aan tafel? Dames eerst. Ik ben Joke de Haan. Ik ben lid van het kernteam G1000. Ik woon ook in Schiedam en ik doe dat naast mijn werk er gewoon bij voor de hobby. Ja, en mijn naam is Ronald Holté. Ik werk bij de gemeente Schiedam als accountmanager evenementen. Nou, hartstikke goed. Welkom. En voor de mensen thuis, het blijft natuurlijk nog heel even gissen, wat is nou het thema van vanavond? Vanavond gaan wij het hebben over de loting en daarnaast ook wat er nu verder zich afspeelt na deze afleveringen. Want zoals ik al zei, dit is de laatste, maar het is nog lang geen 27 februari, hoewel dat voor de organisatie van de G1000 misschien sneller is dan dat ze denken. Is het niet, Joke? Ik zag vandaag op Twitter of Facebook, daar wil ik vanaf zijn, nog 6 weken. En 3 dagen, toen dacht ik, oh... Ervan af, dat klinkt wel heel... is het een zware taak? Nee, wat wel leuk, er moet nog heel veel gebeuren. We hebben nog heel veel mensen nodig en we hebben nog heel veel dingen die nog niet helemaal rond zijn. Maar wat ik wel merk, naarmate we dichterbij komen, gaan er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn. En inderdaad ook in Schiedam snappen, het gaat werkelijk toch iets worden. En het is iets wat we in de gaten moeten houden. En het is iets waar we meer in geïnteresseerd raken. Dus er gebeurt wel iets in Schiedam. En dat gevoel heb ik ook in het kernteam. We hebben heel veel te doen, maar het wordt een beetje echter, zal ik maar zeggen. Het komt bijna bij in de buurt. En ik denk dat het toch nog even goed is om nog even te kijken wat G1000 nou precies is. We gaan zo meteen naar een filmpje kijken wat u hopelijk al 9 keer eerder minstens heeft gezien. Maar ja, als we hem deze keer niet zouden afspelen, zou deze aflevering er niet bij horen. Dus we gaan nog 1 keer kijken voor de laatste keer naar G1000 in 1 minuut. Kan hem inmiddels al dromen en ik hoop u thuis toch ook wel, want dat betekent namelijk dat u het concept van G1000 heeft begrepen. Maar als dat nog niet zo is, wat ik me op zich ook kan voorstellen, nog even het kort. Joke, het is 27 februari, een plek waar alle Schiedammers samen kunnen komen om te praten over hun stad, toch? Ja, dat is heel kort samengevat. En het leuke wat erbij komt, en dan maken we een bruggetje naar de andere gast, is dat we de Schiedammers zijn die uitgeloot worden daarvoor. Dus dat zijn eigenlijk wel heel... Of ingeloot. Je bent eerder uitgeloot dat je niet mee mag doen, maar je wordt ingeloot, dan mag je meedoen. En en daar gaat het denk ik om. Dus... Want die loting, dat is dat wordt niet door de G1000-organisatie zelf gedaan. Klopt dat? Is dat Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk de burgemeester die dat zou moeten doen. En waarom is dat? Ja, dat heeft alles te maken met de privacy. En dus de burgemeester is degene die
de loting zou gaan verrichten. In ieder geval opdracht geeft om die loting te gaan doen. En ja, dat moet op korte termijn wel gebeuren, want 27 februari staat natuurlijk al heel snel voor de deur. Dus dat moet echt op korte termijn georganiseerd gaan worden. Dus het is inderdaad, de loting heeft nog niet plaatsgevonden. De burgemeester gaat dat doen. Wat moet ik dan maar voorstellen? Heeft de burgemeester dan een gigantisch grote, hoge, zwarte hoed met allemaal naamkaartjes erin? En gaat hij dan 1000 mensen daaruit pakken? Nou, ik kan me voorstellen dat de burgemeester zo'n hoed heeft, maar ik denk niet dat we dat op die manier gaan doen. Nee, dat zal de namen van alle inwoners van Schiedam, die zullen staan in een computersbestand. En dat zal middels een computerprogramma zullen de mensen dan ingelood gaan worden. Ingelood. Ja. En hoe, ik kijk dan tegelijkertijd even naar Joke, omdat jij in de G1000-organisatie zit. Jullie hebben vast al wel besproken hoe jullie zo'n loting willen hebben. Hoe maak je bijvoorbeeld een goede afspiegeling van de samenstelling bijvoorbeeld van de maatschappij in Schiedam? Nou ja, daar kan je heel lang wiskundige en statistieke bespiegelingen over houden. Het is een loting die gewoon gebeurt. Dus dan zeggen de wetenschappers dat een doorsnee is van de Schiedamse maatschappij. Want ze zitten er allemaal in dat computerbestand. En er worden er 10.000 uitgeloot. Omdat ook door de ervaringen in andere steden is dat niet al die 10.000 mensen ja zeggen. We hopen dus dat we daar uit die 10.000 mensen overhouden die zeggen ja, ik kom heel graag. Dus het is natuurlijk zo dat er straks rijen staan voor die Margriethal omdat eigenlijk alle 10.000 mensen willen komen. Dat is wel. Dat zijn we natuurlijk sowieso, maar dan zijn we een hele unieke stad in Nederland, want het is nog nergens voorgekomen. En we hebben wel we zijn de uitdaging aangegaan om te zeggen, wij gaan die 1000 makkelijk halen. Maar dat is nog wel hard werken en dat zijn we ook aan het doen om die bekendheid groot te krijgen. Dus zodat mensen, als ze ingelood worden, dat ze zeggen, joepie, ik mag en ik ga. En dan wordt de kans dat er heel veel komen, wordt heel groot. Dus er fluistert iemand. Wat wordt je ingefluisterd, Joke? Want het is vast heel belangrijk als het. Ja, we hebben. Dat is het leuke van een kernteam. Je hebt mensen van de details en mensen van de grote lijnen. En mensen van de hele belangrijke zaken. Bernard Bode die fluistert net even dat mensen pas naar binnen kunnen als ze zich echt aangemeld hebben. En dat is natuurlijk ook zo. Je kan niet een brief krijgen en met die brief naar binnen gaan. Je moet die brief omzetten in een aanmelding en dan krijg je een toegangsbewijs en dan kan je naar binnen. Dat is heel gebruikelijk. Laten we het even terugpakken, want ja. Ik hoor dat er gewoon nog een hoop moet gebeuren, dat mensen nog een hoop te wachten staat. Dus wanneer vindt deze loting ongeveer plaats? Wanneer is ligt dat in de planning? Nou ja, wat mij betreft zo snel mogelijk. Dus ik ga in ieder geval op de hele korte termijn even met mijn collega's in gesprek om te kijken of we dat op hele korte termijn kunnen gaan regelen. En volgens mij moet dat ook lukken. En ik moet ook daarbij zeggen, ik vind het een hele bijzondere manier om met Schiedammers in gesprek te gaan. Want ik ben wel wat gewend om de wijk in te gaan. Ik heb voorheen bij sportstimulering gewerkt en nu als accountmanager evenementen. En ik zoek graag mensen op in de stad om te praten over wat willen zij nou eigenlijk in Schiedam. En het is wel zo dat je bij de bijeenkomsten toch altijd de usual suspects tegenkomt. De mensen die zie je daar met regelmaat terugkomen en graag mee willen praten. Maar ja, je wil ook eens graag met mensen in gesprek die daar niet aanwezig zijn. En wat vinden zij nou belangrijk in de stad? Dus ik vind dit een hele mooie en bijzondere manier om in gesprek te gaan. En ja, ik hoop zeker, als ik het heb over mijn eigen vakgebied, ik hoor graag wat voor soort evenementen men in de stad wil. Ik kan het allemaal zelf wel bedenken, maar ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Dus eigenlijk, eigenlijk zeg je, als je zo'n uitnodiging krijgt, pak die brief, meld je aan, dit is je kans. Ja, absoluut. Ik vind dat te veel mensen roepen vanaf de zijlijn. En dit is een heel goed moment om van die zijlijn af te komen en echt mee te gaan praten. En niet alleen mee praten, maar uiteindelijk ook gaan doen.
Dus het is niet alleen maar dingen bedenken en vervolgens naar de gemeente roepen of naar wie dan ook. En succes ermee. Nee, zelf je handen uit de mouwen steken en zelf voor verandering zorgen als je verandering wilt. Want Joke, kan jij misschien nog even uitleggen wat er nou de bedoeling is na die G1000? Want ik merk dat daar toch nog veel vraagtekens bij komen. Je hebt zo'n dag straks en dan? Dan sla je een hele grote stap over, maar ik ga helemaal met je mee. Ik weet het, maar Ronald gaf me zo'n mooie ingang. Ik dacht, laten we dit even. Ik vind het resultaat namelijk ook enorm belangrijk. Ja, nee, de dag is in twee. Ik ga dan toch een stukje nog even de dag doen. Ja. De dag is in twee stukken gedeeld. Na ontvangst, koffie, thee en de gebruikelijke zaken. Gaan mensen aan tafels van 5 personen gaan ze met elkaar praten over thema's die voor hun belangrijk zijn. En dat kan dus heel variëren, want er zitten 5 hele verschillende mensen aan tafel. En die thema's, dat noemen ze café-gesprekken. Dat is een soort gesprekstechniek waardoor mensen snel met elkaar tot voor hun belangrijke thema's komen. Dat helpt dus iedereen om je gedachten daarop te kunnen vestigen en die thema's voor jezelf neer te kunnen zetten. Dan is er na die thema's is een soort stemronde. Dat doen we met digitale heel leuk systeem, waardoor mensen hun belangrijke thema, daar kunnen ze op stemmen. Dus die 1000 mensen gaan dan op dat moment stemmen. Dat gaat pijlsnel, want er wordt ook speciale systeem voor aangelegd. Daar zijn we dus zo druk mee om dat allemaal goed te regelen. En dan zie je dus aan het eind van die ochtend welke 10 thema's door de meeste mensen heel belangrijk gevonden worden. Dat maakt dus dan krijg je de lunch. Dat gaan we ook allemaal heel goed regelen. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. Dus mensen die broodjes smeren, mensen die zorgen dat broodjes ook bij de goede mensen terechtkomen. Nou, dat kan je ook voorstellen. Dan gaat iedereen, want die tafels van 5 worden dan tafels van 10. En die herkennen mensen van het filmpje, want dan zie je hoe die samenstelling van die tafels is. En aan die tafels gaan ze dan met elkaar praten op keuze, op hun eigen keuze voor een thema wat in de ochtend dus gekozen is. Okay. En dat gaan ze dan verder uitwerken. Zo, dat is nogal wat. Met elkaar, ja. En, okay. En dan zeg jij, en wat daarna? Het leuke van zo'n dag is, als je dat meemaakt, dat je daar energie van krijgt, dat je nieuwe dingen hoort, dat je aanvulling hoort op zaken die jij belangrijk vindt. Dus je voelt je wel verwant met allerlei mensen. En de laatste vraag die we de mensen gaan stellen is: jullie hebben nu zulke goede dingen verzonnen met elkaar. Meld je aan om daarmee verder te gaan. Want wie A zegt, dat zeg jij ook net, die moet ook B zeggen. En dat moet niet, maar we nodigen iedereen uit om verder te gaan. En ook daarin kunnen wij voorzien om dat ook weer goed te begeleiden. Wij vinden dat we als mensen dat verkiezen, en dat weten we nog niet. We weten niet of de mensen in de zaal zeggen, ja, wij willen door met hetgeen wat we met elkaar belangrijk gevonden hebben. Maar als dat zo is, dan willen we daar als organisatie ook het vervolg op zetten. Omdat ook in, dat verzinnen we ook weer niet zelf natuurlijk. Ik kan wel zeggen dat we dat zelf in Schiedam ontwikkeld hebben. Maar dat is al eerder uitgeprobeerd, dat je dan na 3 weken weer gelegenheid creëert om in kleinere groepen, want dat worden natuurlijk nooit zoveel mensen als op die dag zelf. Nee, een kleinere groep. En die kunnen dan in een tijdsbestek van 1 week of 6 met elkaar, dat je kan zorgen dat je dat goed begeleidt. Dat er mensen zijn die kunnen helpen met het opstellen van plannen, een soort projectplan. Je moet even goed na gaan denken over wat wil je dan en wat heb je nodig. En nou, dat soort dus zaken, daar voldoende, kunnen we mee voldoende begeleiding wel, ook voor dat traject erna. En ik neem aan dat niet alleen maar de mensen die deel hebben genomen in de G1000 dan aan mogen schuiven. Nee, want het is natuurlijk zo, dat leuke is in de G1000 is, daar zit al een mix. Daar zitten burgers, daar zitten politici, daar zitten ambtenaren, daar zitten ondernemers, daar zitten vrijdenkers, jongeren, die we nooit als apart groep noemen, maar die zitten er wel. En het is heel, ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt, ja, maar wij kennen iemand die daar al mee bezig is, laten die aanschuiven. Je moet op dat moment denk ik heel erg pragmatisch en slim gaan handelen om zulke goede mogelijke resultaten te halen. Dus G1000 wordt eigenlijk zeker geen eendags vlieg op die manier. Nee. Okay. Nee, ik ga er niet over, maar ik hoop echt dat het voortgaat. Dus dat er genoeg mensen zijn die zeggen, ik wil wel door.
Je kan op de G1000 nu site kan je ook lezen wat er in andere steden gebeurt. Een leuk voorbeeld in Uden is bijvoorbeeld dat daar mensen heel erg de behoefte hadden om vooral in wijken door te gaan met eenzelfde soort gespreksmodel, maar veel meer in de wijken zelf. Dus in andere steden zijn weer een aantal groepen die heel actief met allerlei partijen zaken zijn gaan uitwerken. Dus dat is heel verschillend. Ik ben heel benieuwd wat Schiedam brengt. Ik denk dat dat heel erg past bij ons thema van vorige week. Want daarin werd al gezegd dat om alle Schiedammers, soms heb je een wat kleinere groep nodig. Komen mensen daar beter tot uiting daarin. Dus dat klinkt zeker veelbelovend. Ja. Dan wil ik, ik denk dat het heel goed is om te weten wat er dan te wachten staat op het moment dat je wordt uitgenodigd. Want dan hopen we dat er snel een loting is. En dan verstuurt de gemeente ook de brieven. Hoe gaat dat? Hoe kunnen mensen de envelop herkennen van de G1000? Staat er een gemeentelogo op? Wat ik begrepen heb, is het een brief vanuit de G1000. Maar er zit wel een brief bij vanuit de burgemeester. Hè, want de burgemeester is dan degene die die loting heeft verricht. De organisatie van G1000 die zal de brieven aanleveren. En vanuit de gemeente worden de namen en adressen daaraan toegevoegd. En vervolgens krijgen de mensen dan zo'n brief op de deurmat. En hoe wordt de privacy dan gewaarborgd gedurende dat proces? Want ik kan me voorstellen, als we bezorgt de G1000 het zelf? Of wordt het ook vanuit de gemeente gedaan? Of? Nee, de privacy is belangrijk. Dus de bezorging van de brieven gebeurt ook via de gebruikelijke kanalen die daarvoor zijn. En daar heeft de gemeente ook hele goede werkwijze voor, goede bedrijven voor. Dus wat dat betreft doen wij dat als G1000 niet, omdat we mensen de kans willen geven om zelf hun keuze te maken dat ze de loting accepteren, dus dat ze mee willen doen. En op dat moment, als ze zich aanmelden bij ons op onze website, dan is bekend wie het zijn en kunnen we met ze in contact en eerder niet. Oké. Nee. Dus de brieven worden verstuurd. En dan krijgen de mensen op een gegeven moment de brief op de deurmat. Ja. Dus met een G1000 logo. Daarin treffen ze de brief van de burgemeester aan en nog een G1000 brief dus. En de schrijven van ons over de procedure en hoe de zaken zo eenvoudig mogelijk kunnen verlopen. Als er bijzondere vragen zijn waar ze die kunnen stellen. En waar kunnen ze die stellen? Kan je dat van tevoren al? Is er, ik geloof dat er is dat een website is. Oh nee, dat zal ik dat zo meteen ook nog even aankondigen. Ik doelde eigenlijk stiekem op de website. Ja. Want dat is www.g1000schiedam.nl. Ja. Dus daar kunnen ze zich aanmelden. Ja. Daar kunnen ze meer informatie vinden, neem ik aan. Ook over, ik bedoel, alles wat jij nu net hebt verteld over hoe zo'n dag in zijn werking gaat. Kunnen ze daar ook terugvinden? Of... We kunnen het programma erop zetten, want dat weten we. De indeling van de dag weten we. We weten wat we gaan doen. Dus ik kan me voorstellen dat het prettig is voor mensen dat ze dat nog even kunnen lezen. Maar waar wij ons momenteel erg op focussen is dat we het mensen ook nog een keer kunnen gaan vertellen. Omdat het misschien wel heel spannend is als je ingelood wordt en je denkt, oh, wat gaan ze nou doen en hoe zit het nou? Is het misschien wel prettig om daar met elkaar over te hebben. En daarvoor hebben wij mijn speakbriefje hebben van die avonden georganiseerd en middagen. En wanneer zijn die? Want ik heb begrepen dat het een aantal avonden zijn, maar ook één middag, zodat er zoveel mogelijk mensen kunnen komen. We hopen het. En we hebben het een beetje verdeeld over heel Schiedam, dus West, Centrum, Oost en Noord. Ik heb, als ik zo even kijk, geloof dinsdag 26 januari, donderdag 28 januari, dinsdag 2 februari en donderdag 4 februari. Helemaal goed. En dat is meestal van 7:30 tot 9:30. Ja. Behalve... Op de dinsdag de 28e is het van 3 tot 5. Is de middag. Maar ik neem aan dat al deze plekken en tijden en komen allemaal ook nog eens op de website. Ja, dat klopt. Ja. En komen ze ook nog in de brief, zodat mensen het direct bij de hand hebben? Nou, dan moet ik weer naar mijn speakbriefje. Dat weten dat is taakverdeling met het kernteam. Lijkt me wel heel handig, Bernard, toch, geloof ik. Ja, speakbrief bij de organisatie. Bernard, ja, hoor. Nee, mijn collega kernteamleden die daar heel erg druk mee bezig zijn, die zeggen ja.
Excuus dat ik die details weer niet weet. Oh, ik maar zit dat, veel dat, meer dat in dat geeft programma. Niet. Daarom maar hebben dat we is daarom die is zo'n leuk team. Hartstikke leuk. Nou goed, duidelijk. Dus een brief op de mat. Je weet waar je heen moet, waar je heen kan. Dus digitaal, maar ook analoog. Gewoon opzoeken. En wat nou als je zegt, nou ja, die 27 februari heb ik eigenlijk al wat. Maar ja, mijn buurvrouw... Afzeggen, duidelijk. Ja, dames en heren, deze kans moet je pakken. Once in the lifetime, sowieso. Stel nou dat je echt niet kan. En dat je zegt, nou ja, mijn buurvrouw, die kan wel. En die wil eigenlijk ook heel erg graag. Zijn uitnodigingen uitwisselbaar? Nee, ze zijn persoonlijk. Oké. Okay. Ja. Ja, dus het is op de persoon en zo gaan we ook de toegangsbewijzen gaan we ook zo op naam doen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat er mensen zijn die de taal niet heel erg machtig zijn. Het is natuurlijk toch een gesprek met Schiedammers en sommige Schiedammers zijn de taal nog niet zo machtig. Nederlandse taal bedoel ik dan. En dan kan ik me voorstellen dat je iemand meeneemt die voor je vertaalt en die zorgt dat je wel aan het gesprek kan deelnemen. Dus daar doen we helemaal niet moeilijk over, omdat we juist vinden dat we die mix van mensen binnen willen. Het kan zijn dat je hele lieve kinderen hebt die je even niet kwijt kan als jij daar in gesprek gaat. Nou, al die zaken staan vermeld, want wij proberen zoveel mogelijk zaken op te lossen voor mensen, zodat ze allemaal mee gaan doen en al die, die organisatiedingen, dat we die uit hun handen kunnen nemen. Want je zei net kinderen, wat nou als mensen kinderen hebben dan? Hebben wij... Een hele grote ballenbak? We hebben de organisatie ComKids, dat is een van de organisaties uit Schiedam, grote kinderopvang. Die draagt G1000 een warm hart toe, dus die heeft gezegd, wij gaan zorgen dat daar op professionele wijze, maar ook weer vrijwillig, want het is op een zaterdag en dat doen die dames dan gratis, gaan we zorgen dat er een leuke kinderopvang is. Als het nodig is, maar we weten niet of dat zo is. Maar je zei net, ze doen dat gratis. Ik heb begrepen dat er nog wat onduidelijkheden waren over de organisatie van G1000. Deze bestaat geheel uit vrijwilligers. En zoals Joke er net al in het begin ook zei, ze zijn nog hartstikke hard op zoek naar vrijwilligers. Ook naar sponsoren, maar zeker nog naar handen die dag kunnen helpen. Joke, heb jij eventueel wat voorbeelden waarbij mensen zouden kunnen helpen? Nou, als je je voorstelt dat er 1000 mensen van Schiedam naar de Margriethal gaan, dan moet er bij de Margriethal gezorgd worden dat mensen de weg vinden, dat de parkeergelegenheid klopt, dat er dus mensen met van die hesjes die dat regelen, mensen die zorgen dat de ingang gevonden wordt, jassen opgehangen, ontvangst, koffie, thee schenken, mensen die... En dan heb ik het nog niet eens over de dag daarvoor dat alles opgebouwd moet worden. Dus we hebben ook mensen nodig die graag sjouwen, dingen neerzetten, tafelstoelen. Zijn er nog vergunningen bij nodig waar de gemeente misschien een beetje... Ik kijk eventjes een beetje naar Ronald, waar jullie bij zouden kunnen helpen. Nou ja, kijk, de gemeente die wil natuurlijk heel graag faciliteren. Het is ook zo dat het college heeft vorig jaar ook een budget ter beschikking gesteld voor maatschappelijke initiatieven. Nou, dit is natuurlijk een prachtig mooi maatschappelijk initiatief. En dus in die zin draagt de gemeente zijn steentje bij. En ja, als het gaat om het verlenen van vergunningen die nodig zijn, ja, daar kunnen we natuurlijk ook bij helpen. En dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Ik heb begrepen dat het in de Margriethal gaat plaatsvinden. Ja. Dus ja. Ze zijn gewend om daar ook evenementen te organiseren. Ja. Dus over het algemeen is dat wel bekend. Ja. En qua steun vanuit de gemeente voor eventuele opvolging van de G1000, want er zijn duidelijk plannen. Er is ook begeleiding daarvoor om al die mensen bij te staan in het organiseren van die initiatieven. Hoe ziet de gemeente dat voor zich? Nou ja, zoals al eerder gezegd, er zal binnen die 1000 mensen ook een aantal ambtenaren participeren. En ik denk dat het een hele mooie manier is om input op te halen voor je beleid en voor je werkveld. Dus ja, het lijkt mij een buitenkansje om als ambtenaar informatie op te halen wat mensen nou eigenlijk bezighoudt in Schiedam. En ik ga dat zelf uiteraard sowieso doen.
Dus ja, ik denk dat het een belangrijke manier is om te kijken inderdaad wat er speelt. Hartstikke leuk. Ik weet niet, misschien kun je hier ter plekke al aanmelden. Ik kijk even naar onze crew achter de schermen. Dus als jullie nu al een inschrijflijst hebben, ik heb hier een ambtenaar die heel graag wil. Maar ja, ik... Hartstikke goed. Ja, misschien word ik wel ingeloot. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik woon in Schiedam, dus dat zou zomaar kunnen. Ja, dan zit je straks als inwoner en als ambtenaar tegelijkertijd aan de tafel. Voor mij was het sowieso altijd wel een wens om in je eigen stad bezig om te gaan werken. Dat doe ik nu al een jaartje of 7, 8 inmiddels. En ik moet zeggen, dat bevalt me heel goed. Je hebt ook andere voorbeeldjes. Als je het hebt over bijvoorbeeld de leegstand van winkels die verdwijnen. En dan hoor je mensen om je heen zeggen van, wat erg. En dan denk ik, ja, hoe vaak heb jij dan een boek gekocht bijvoorbeeld? Of een bank of een weet ik veel wat. En ik denk dat je als inwoner van Schiedam daar gewoon je steentje aan bij kan dragen. Door gewoon je producten gewoon in Schiedam te kopen. En dat geldt ook voor een initiatief als dit. Dus als jij die envelop op de deurmat krijgt, dan ga je zeker. Dan stuur ik mijn zoon of mijn dochter. Nee, hij was op naam, hè? Dus dat kan was niet. Op naam. Is heel, als je heel erg lijkt. Is heel streng. Nee, dat lijkt niet. Misschien een beetje een gevaarlijke vraag om jou te stellen. Maar stel nou dat de burgemeester die envelop op zijn mat krijgt. Denk jij dat hij zich zou aanmelden? Ik weet niet of de burgemeester als burgemeester zijnde daaraan mee kan werken. Ik vind wel dat de burgemeester altijd heel goed laat blijken wat hij wel en niet graag zou willen met Schiedam. Onlangs met de nieuwjaarsreceptie nog. Dus die heeft wel een hele belangrijke rol. Maar ik denk niet dat hij als burgemeester zijnde daar aan mee zou kunnen doen. Oké. Nee, nou ja, duidelijk. En ik denk dat ook best... Hij zal wel aanwezig zijn, dat hebben we wel gevraagd. En ik, een beetje inschattend zal hij dat ook wel doen. Dus of 's ochtends of 's middags. Dus hoe dan ook, ingelood of niet, hij is aanwezig, er. Ja. Hij is er. Hij gaf zelf al aan in de nieuwjaars speech. Dat je dat samen moet doen. Een mooier voorbeeld heb je nu niet. Dus. En ik denk dat het ook wel belangrijk is. We hebben in eerdere afleveringen al aangegeven dat dit echt een burgerinitiatief is. En op die manier, het is belangrijk natuurlijk dat de gemeente de G1000 steunt. Maar het moet natuurlijk wel een initiatief van de burgers blijven. En niet van de... Nee, absoluut. Maar goed, wij worden als ambtenaar ook... vanuit de directie, maar ook vanuit het college ook gevraagd om veel meer die stad in te gaan. Er wordt vaak gekeken naar die Ivoren Toren en er wordt ook vaak naar verwezen. Ja, die ambtenaren zitten maar daar in die toren. Maar ik zie juist om me heen dat collega's van mij steeds vaker de binnenstad opzoeken, werkplekken opzoeken in de binnenstad. En juist in gesprek gaan om te kijken van wat houdt mensen bezig en wat kan je daar als gemeente aan doen. Dus zij die zich afvragen, heeft het wel überhaupt zin om naar de G1000 te gaan? Van ja, hè, het is toch een van die vele evenementen. En ik heb al zo vaak mijn mening laten horen, waarom dit keer wel? Het sluit eigenlijk heel mooi aan op nieuwe werkwijze van de gemeente, begrijp ik nu. Ja, zeker. Er zijn natuurlijk ook een aantal andere voorbeelden. Schiedams Doen is zo'n voorbeeld. Maar de G1000 is nog weer een soort van 2.0 versie van Schiedams Doen, waarbij het initiatief echt bij de burger ligt. En ik zou zeggen, grijp je kans gewoon om inderdaad te laten horen en aan te geven wat je bezighoudt. Want dat is wel even om verwarring te voorkomen. Schiedams Doen, dat is vanuit de gemeente georganiseerd voor vrijwilligers, toch? En dit is natuurlijk eigenlijk precies andersom. Dit is vanuit burgers... Voor burgers. Ja, het is een project, Schiedams Doen, vanuit gemeente geïnitieerd. Maar wel met een oproep aan de burgers om inderdaad met ideeën te komen. En vervolgens dat die ideeën uitgevoerd kunnen worden. En het verschil hier is dat het niet geïnitieerd is vanuit de gemeente, maar vanuit een burgerinitiatief. Oké, hartstikke goed. Joke, wat zijn de grootste stappen nu nog naar de G1000 toe?
Grootste stappen zijn, denk ik, na de loting, om dat allemaal goed te laten verlopen. Want dan ga je te maken krijgen met mensen die van alles vragen en duidelijkheid willen hebben. En dat moet goed georganiseerd worden. Buttons, toegangsbewijzen. Dan volgt de hele trits erachteraan van al die voorzieningen die nodig zijn voor mensen. En dan, wat het grootste wordt nog, het zijn heel veel mensen die zich hebben opgegeven als vrijwilliger. De grootste klus wordt om de juiste mensen bij de juiste taken te krijgen. En die taakgroepen ook weer door een coördinator te laten aansturen. Zodat ze dat als een militaire operatie bijna heel precies gaan doen. Zodat alles op de goede plek gaat komen en alles goed uitgevoerd gaat worden. Dus je moet met mensen contact hebben om ze de goede taken te geven. Mensen dingen te laten doen die ze leuk vinden om te doen en waar ze goed in zijn. Dat is het uitgangspunt. Dus hoe klein of hoe groot ook. En dat is een grote klus nog. En ik denk dan dat het heel belangrijk is dat mensen weten waar ze die vragen kunnen stellen aan de G1000. Ik kan me inderdaad zomaar voorstellen dat mensen nog steeds wel vragen hebben. Maar de G1000 is... meer dan blij om ze te beantwoorden, toch? Ja, nee, zeker. Dus gebruik onze website, zou ik zeggen. Twitter, Facebook, van alles. Alles wat digitaal komt voorbij. Maar ook de bijeenkomsten die je net noemde. Stap daar binnen, al heb je maar één vraag, ga je weer weg. We beantwoorden hem. Onze gezichten worden ook steeds bekender. Dus je mag me ook op straat aanschieten van, joh, hoe zit dat nou? Ik vind, nou ja, het zijn allemaal Schiedammers, dus... Hartstikke goed. Op die manier. Ik denk dat het dan handig is om dit gewoon nog even te herhalen. Want G1000 is op vele manieren bereikbaar. Zoals Joke al zei, als je iemand herkent, schiet hem aan op straat. Stel je vragen. Maar er is ook een website, www.g1000schiedam.nl. G1000 Schiedam is te vinden op Twitter, onder ook G1000 Schiedam. Op Facebook... je kunt mailen naar g1000schiedam@gmail.com. En last but not least zijn natuurlijk de informatieavonden, waar u sowieso mensen van de G1000 zult treffen. Dit zijn de avonden op dinsdag 26 januari, donderdag 28 januari, dinsdag 2 februari en donderdag 4 februari. Allemaal van 7:30 tot 9:30. In verschillende locaties die u hiernaast ziet vermeld. In de verschillende wijken. Er is ook nog een middag op donderdag 28 januari van 3 tot 5 in het gele pand. Dus op deze dagen, op deze plekken, op deze tijden staat de G1000 voor u klaar om al uw laatste vragen nog te beantwoorden. En dan zijn we nu aan het einde gekomen van de 10e aflevering. Willen jullie nog wat kwijt? Hebben jullie alles kunnen zeggen vanavond wat je wilde? Dit is de laatste aflevering, laatste kans. Nou ja, ik zou zeggen heel veel succes met de organisatie van de G1000. Ik ben heel erg benieuwd. En vooral ook heel erg benieuwd naar de input, wat het gaat opleveren. Ik hoor graag wat de Schiedammer bezighoudt. En ik ga daar heel graag mee aan de slag. Hartstikke leuk. Het enige wat ik hoop is dat iedereen die ingelood wordt, dat die komt. Dat is echt het mooiste vinden. En natuurlijk wil ik ook alle mensen bedanken namens G1000 Schiedam van Pop-Up TV. Die hier in de ijsbaan 10 weken lang met ons meegelopen zijn om dit goede programma te voorzien. In het begin wisten we niet zo goed hoe en wat, maar het volgens mij is steeds professioneler geworden, ook met jou. En dank cameramannen en alles wat er voor nodig is, volgens mij heel veel, wat ik allemaal helemaal niet eens weet achter de schermen. Maar ook daarin zie je dus dat we als G1000 een prettige samenwerking hebben met Schiedamse andere organisaties. En dat is fijn. Nou, dus absoluut. Bedankt. En daardoor hopen we natuurlijk heel veel mensen bereikt te hebben. Al deze afleveringen zijn terug te zien op de website van Pop-Up TV. Die ze trouwens echt onwijs snel weer in elkaar zetten, al deze filmpjes. Dus ook dat is hartstikke fijn, hartstikke up-to-date. Dan ga ik hem afronden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit laatste tafelgesprek.
Nogmaals, als u vragen heeft, schroom niet om ze te vragen. De G1000 is meer dan blij om ze te beantwoorden. En we hopen natuurlijk dat als u ingelood wordt, dat wij u zien op 27 februari. Dan niet meer tot ziens. En bedankt voor uw kijken.